het winnen van het Eurovisie Songfestival. Dan denk je, nou, dat is gewoon een kwestie van toeval. Als je er een beetje leuk uitziet en je hebt leuke dansers en vuurwerk, explosies, dat soort dingen, nou, dan win je wel. Maar niets is minder waar, want het is een oefening van militaire precisie waar vaak maanden aan voorbereiding aan vooraf gaat. Ik heb een vierdelige serie voor je gemaakt waarin ik allerlei mensen spreek die precies weten wat erbij komt kijken om het Songfestival te winnen. Vandaag misschien wel het belangrijkste thema, namelijk met welk nummer ga je naar het Songfestival en vooral ook wie stuur je er naartoe? Om daarachter te komen spreken we onze held van dit jaar, Jean-Guy Macrooy. Maar ik ken mijn eigen kracht en ik weet dat ik niet te breken ben. En ik ben super blij dat ze erbij is, want zij is een van de grootste Songfestival fans die ik ken. En ze heeft overal de mening over, Nicky de Jager. Nou honey, ik ben voor. Komen we erachter of Duncan Lawrence misschien wel toch een beetje heeft gesleuteld aan zijn arcade. Maar ik ben super blij dat we dat hebben gedaan. En het allerleukste is nog dat ik een heleboel te gekke gasten voor je heb uitgenodigd die alles vertellen wat zij weten over hoe je het Songfestival kunt winnen. De hoed en de rand. En we beginnen vandaag in mijn huiskamertje hier op de Euromast met niemand minder dan Edcilia Rumbly. Edcilia! Dat is wel heel grappig. Wat gaaf dat je er bent. Nou, super tof dat ik er mag zijn. Kijk nou. And you're gonna spill all the tea. Well. En we hebben je natuurlijk niet zomaar gevraagd, want jij bent, ja, jij bent de, ongeveer de koningin van het Songfestival. Je hebt zelf ook al eens meegedaan. Twee keer zelfs, ja. Laten we even kijken. Oh, gaan we kijken? Natuurlijk. Te grappig. Zelfs mijn kinderen hebben volgens mij het hele optreden nog niet eens gezien. Echt niet? Nee, ik ben echt... Oh, als ik mezelf zie, oh my god, ik moet wel lachen. Want ik ben niet heel veel veranderd volgens mij. Nee, helemaal niet. Maar hier in ieder geval kapsels en zo wel. Maar het is... Heb jij zelf ooit de ambitie gehad om mee te doen met het Songfestival? Nee. Toen de tijd werden er 5 producers gebeld en gevraagd of zij liedjes wilden maken voor het Songfestival. En die mochten dan hun eigen zanger of zangeres of groep erbij gaan uitzoeken. En ik werd gevraagd door Fluisteraar van Tijn. En wat dacht je toen ze je belde? Dacht je meteen, ja, gaan we doen? Nou ja, ik weet wel dat ik het een hele eer vond voor Nederland te mogen gaan. Ik bedoel, ik kende het wel. Ik heb er nooit echt zo met familie hoe bepaalde Nederlandse gezinnen daarnaar kijken. Dat hadden wij nooit eerder gedaan op die manier. Toen ze mij die vraag stelde of ik mee wilde doen, dat ik dacht, ja, het is wel een hele eer. Dan ga je echt voor Nederland. Dus ik vond het wel spannend, maar wel heel erg leuk. Het is een klassiek, een mooi evenement. En dat was nog op zijn ouderwets, zeg maar. Dat ik nog de laatste was die met orkest mocht spelen. Yeah. En de puntentelling, joh, we zaten daar dik bakker. Ik weet nog heel goed, de orkestleider, ja. Ja, die was hartstikke rode wangetjes. En het was zo spannend. En het, op een gegeven moment hadden we zoveel punten. We stonden zelfs bovenaan een keer. Dan weer naar 2, dan weer naar 3. Het was te spannend. Ja. Zie je, het begint weer helemaal. Het is echt heel leuk. Waarom deel je dit niet met je kinderen? Ik heb het wel eens gedeeld. Maar ik denk dat ze wel eens op YouTube een stukje hebben gezien. Ze kennen het nummer wel. Maar niet eens de jongste wist de titel eigenlijk niet. Dat toevallig van de week op een feestje dat nummer gehoord. En die wist eigenlijk niet, oh ja, dat is mama, maar wat, hoe heet het liedje ook weer? Maar ja, ik vind het ook niet het belangrijkste. Toch heeft het je wel gebracht bij het feit dat jij daarna heel erg bij het Songfestival betrokken bent gebleven altijd. Ik heb de punten mogen doen, inderdaad. Ik ben vaak, eigenlijk elk jaar wel gevraagd om met het Songfestival iets te doen. Dus dat was wel leuk. Ik ben ook meerdere keren gevraagd, wil je nog een keer erheen gaan voor ons? Heb ik toen in 2007 gedaan. Ja. Maar ik vond het altijd wel leuk om, nadat ik in 98 mee heb gedaan, toch te blijven volgen wat er gebeurt. En nu gewoon een van de presentatoren. Ja, bizar. Nou, 200 miljoen mensen. Ik wil je verder niet nerveus maken, Cilia, maar... Ja! Nee, maar die had ik ook niet zien aankomen. Dat was echt een grote verrassing. Ja. Maar wel een hele leuke verrassing. En ik heb echt zoiets van, ik ga ook heel erg mijn best doen. We gaan ons goed voorbereiden. Jullie gaan dat zo leuk doen. Ik heb er zo'n zin in. Ja, heel erg. In iedere aflevering hebben wij een panel van allerlei oud-deelnemers en winnaars ook van het Songfestival bereid gevonden al hun geheimen met je te delen. En de vraag vandaag is natuurlijk, wat maakt een perfecte deelnemer aan het Songfestival? Hi Jeroen. Hi. How you doing? Hi Jeroen. I'm Elina Nechalva. Hello Jeroen. It's Slavko from Montenegro. Hi Joran Kajk Hilderakta. How you doing? Hi, my name is Emily Forrest. I'm Jamala from Ukraine. An artist has to be super strong and charismatic. Somebody who has a lot of energy, somebody who has a love for country. How is it called in English? Plagiat. Plagiat? Just give me a second. Artists should have a personality, an interesting story to tell. Mm-hmm. Plagiarism. Plagiarism. You have to be something new.
It's not enough just to have a great song or a great looking artist. You kind of have to have both. You have to have a whole package. You need to have charisma, and you have to have that special nerve. And we've seen so many different diverse winners over the years, so I think the most important thing, it sounds cliche, but is that you are yourself. I think there's just somebody who's real. And also, of course, a beautiful voice. Ja, en toch, weet je, heb ik zoiets van ja, wees jezelf. Ik vind het zo'n algemene opmerking eigenlijk, want hoe doe je dat? Hoe... Nou ja, ja, als je van muziek houdt, als je muzikaal bent, als je zanger bent of zangeres, of als je heel erg geniet van wat je doet. Het is wel belangrijk dat je daar gewoon staat als hoe jij gewoon bent. Ja, maar ga er maar aan staan. In zo'n omgeving, die totale hysterie van het Songfestival. Ja, en je weet dat er 200 miljoen mensen kijken. Daarom moet je echt van muziek houden. Want als je eenmaal gaat zingen... Kijk, je kan heel nerveus zijn, je kan heel erg denken. Maar als je eenmaal de muziek hoort en je gaat erin mee... Dat is die passie voor muziek. En hoe heb jij dat dan gedaan? Dat je daar stond? Want je zei al, ik vond het heel indrukwekkend. Ja. Ook om Nederland te vertegenwoordigen. Ja. Een soort druk op je schouder. Nee, ik voelde geen druk op mijn schouder. Ik vond het een eer. Correctie. Uh-huh. Dat is echt zoiets van, I represent the Netherlands. En ik vond het gewoon een hele mooie ervaring. Maar ik wist wel, oké, ik kan zingen. Nou, het liedje was top. Maar ik vind het ook belangrijk om te genieten. En dat heb ik ook echt op het podium toen in 98 echt gedaan. Ga in je muziek, ga in je ding en straal het uit. Ik denk dat je dan niet sluit je af voor het gedoe eromheen. Ja, dan kan je niet meer misgaan. 2 jaar geleden was hij, nou ja, nog niet zo bekend als hij nu is. Onze Duncan Lawrence, daar heb ik het over. Maar toch ging hij voor ons naar het Songfestival. En dat gebeurde allemaal na dat ene telefoontje van zijn oud-coach uit The Voice. Hey Jeroen. Nou, ik werd op een gegeven moment op een zondag gebeld. Door Ilse. Ik was aan het ontbijten en zij belde me en ze zei: hey, die ene song in jouw Dropbox, wat ga je daarmee doen? En toen zei ik: ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het mijn eerste single wordt. En toen zei ze: nou, ik heb er wel een heel goed plan voor. Misschien kunnen we het naar de selectiecommissie van Eurovision sturen. En ik had zoiets van: nou, dat gaat nooit lukken. Dat zijn alleen maar beroemde mensen die daarheen gestuurd worden in de laatste jaren. En ze vonden het gek, ze vonden het een fantastisch nummer en ze hadden genoeg vertrouwen in mij om mij naar het Songfestival te sturen. Dus zo kwam ik op het Songfestival terecht met Arcade. Wat dacht jij, Cecilia, toen je dit hoorde, dat Duncan onze man zou worden in 2019? Ik vind hem zo eigen, ik vind hem heel erg puur, blijft volgens mij heel dicht bij zichzelf. Ja. I love it. Stel dat je nu dit ziet en dat je denkt, ik ga meedoen met het Songfestival. Wat is de grootste les die je dan van Duncan kunt leren? Ja, die poeha en zo is allemaal wel heel leuk, maar hij blijft echt kijken, wat voelt bij mij prettig, wat vind ik goed om te doen en een beetje vertrouwen hebben in ook je eigen mening. Er zijn natuurlijk zoveel mensen die een mening hebben. Maar ik wou net zeggen, je moet daar ook tegenop kunnen. Hoe het moet of die zeggen, nou ja, dat is het ook een goede coach bij hebben. Ilse is ook zo'n type die vooral hem volgens mij aangeeft. Blijf vooral bij jezelf. Wat voelt goed voor jou? Is dit weer fijn? Is dat niet fijn? Ja. En af en toe wat tips. Nou, moet je allemaal meezuigen, maar vooral laten hoe jij het voelt. Ja. En dan nog die opmerking van hem, moet je beroemd zijn om mee te doen met de Songfestival? Nee, absoluut niet. Nee, je moet absoluut niet beroemd zijn. Het is meestal dat Nederland misschien in de afgelopen jaren het wel heeft gedaan. Om te kijken, hè, van dat zijn artiesten die zelfverzekerd zijn, hebben de ervaring, die zullen daar niet zo snel omvergeblazen worden door al de chaos. Maar ik denk dat Nederland ook gewoon het goed liedje, wie goed zingt, wie er leuk staat, Maar wie moet je dan bellen? Stel je denkt, ik heb een super gaaf nummer voor het Songfestival. Waar moet je terecht? Met wie moet je naar bed? Met wie moet jij dat nou? Nou, ik denk ten eerste met niemand naar bed gaan. Maar het is wel zo dat er zoveel talent en zoveel... Ik bedoel, je ziet het weer bij The Voice of waar dan ook. Dat je denkt, waar woont hij? Waar komt hij vandaan? Dus er is genoeg. Alleen, je moet het willen en dan stuur het in. Ik vind dit leuk dat ze erbij is. Een van mijn goede vriendinnen, regelmatig als we aan een kopje thee zitten samen, hebben het over het Songfestival. Want zij is een van de grootste fans die ik ken van het festival. En dit jaar een van de presentatoren ook. Dus ze zal zich over de inzendingen van dit jaar tactisch op de vlakte houden natuurlijk. Maar over de inzendingen van de afgelopen jaren heeft ze natuurlijk een uitgesproken mening. Dames en heren, Nicky de Jager. Hallo Jeroen. Ik ben fan van Eurovisie omdat het gewoon leuk is voor iedereen. Het is gewoon één groot spektakel. Het is echt een feest. Ik denk wel echt als het over het Eurovisie gaat, je bent voor of je bent tegen. Nou honey, ik ben voor. Ik heb echt een zwak
voor strong independent women. En Lenny Forera, Cyprus, wat zij liet zien daar on stage, dat was gewoon... Ik werd heel erg blij van Ivy Adamu, als ik het goed heb. Zij had een liedje dat ging la 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 la. Die heb ik echt nog jaren gedraaid, want ik vond het zo'n lekker nummer. En een derde is misschien wel de video die je ook hoort als je naar mijn allereerste tutorial terugkijkt. En dan hoor je kele kele op de achtergrond. En dat is wel echt een van mijn all-time klassiekers, waar ik echt elke keer als ik hem hoor, denk ik, oh ja. Zij is echt fan. Heb jij nog een favoriet van de afgelopen jaren, dat je denkt, nou, dat maakte zo'n indruk? Heel lang heeft voor mij Imani op één gestaan met Where Are You, toen ik in 98 ging, omdat ik mijn eigen dochter ook naar haar heb vernoemd, omdat ik haar zag staan. Ik vond haar cool, ik vond alles, ik vond het liedje te gek. Maar later heeft Euphoria het overtroffen en nu Arcade, die is daar weer bovenop gegaan. Nou, het zal geen verrassing zijn dat het op het Songfestival natuurlijk super belangrijk is dat je je onderscheidt van anderen. En dat doe je op allerlei vlakken, waaronder natuurlijk het nummer waarmee je optreedt. Wij vragen aan Jean-Gu wat zijn nummer zo bijzonder maakt. Ik ben Jean-Gu Mancrooy en wat doe ik hier? Ik vertegenwoordig Nederland op het Eurovisie Songfestival. Vorig jaar stond Jean-Gu in de startblokken om zijn nummer Grow te presenteren op het Eurovisie Songfestival. Vorig jaar kwam ineens corona en die rollercoaster waar ik in zat, die stopte ineens wel verwegen, zeg maar. En toen moesten we terug dat moment waar je eigenlijk naartoe aan het bouwen was met een heel goed, fijn, groot team om je heen. Dat kon ineens niet meer gebeuren en dat was wel een kleine rouwperiode, als ik het zo mag uitdrukken. Gelukkig verwelkomde Eurovisie hem opnieuw. Maar hoe schrijf je een nummer als je weet dat er wereldwijd 200 miljoen mensen meekijken? In het begin dacht ik, ik ga net als met Grow gewoon niet denken aan het Songfestival en schrijven. Maar dat was een beetje onmogelijk natuurlijk, want nou ja, het grote verschil is dat ik wist dat ik het mocht gaan doen. We zijn gewoon gaan maken. Natuurlijk had je af en toe iedere keer een moment dat je denkt van, zou dit hem kunnen zijn? Dat was hem inderdaad. Birth of a New Age is geboren en dat werd zijn nieuwe Eurovisie-inzending. Het gaat over iets moeilijks overwinnen en iets wat empowering is. En toen dacht ik, het kan heel tof zijn om iets van mijn roots te gebruiken. Jean-Gu benutte zijn roots en in Birth of a New Age is zijn moedertaal te horen. You know my broken me. Ik wil letterlijk zeggen, ik ben een halve cent, je kan me niet breken. Way, way, way back, is heel oud gezegd, was een halve cent gewoon het kleinste betaalmiddel. Dat is juist een manier om te zeggen van, oké, je kijkt naar me en je denkt misschien dat ik inferieur ben of zwak of gewoon niets waard. Maar ik ken mijn eigen kracht en ik weet dat ik niet te breken ben. En wat heeft hij geleerd van vorig jaar? Het is een once in a lifetime opportunity en ik wil gewoon, gewoon in het moment genieten daarvan. Ah, ik vind hem zo lief. Ja, leuk hè? Ja, ik vind het echt een lieve man. Maar alles wat jij net vertelde, hij voldoet gewoon aan alle voorwaarden. Want dat nummer is natuurlijk, dat kan niet dichter bij hemzelf staan. En natuurlijk ben je kei onpartijdig als presentator. Ja, absoluut. En het lijkt mij inderdaad heel moeilijk om als je een heel mooi nummer hebt geschreven vorige keer, dat je dan nu opeens totaal weer iets anders moet maken. Je mag niet te veel erop lijken of misschien weer wel erop lijken, want zullen we nu een up doen, omdat ik vorige keer al... Dus al die dingen waar je mee moet spelen in je hoofd van wat gaan we nu dan doen, lijkt me best lastig. Maar ik vind het heel goed, hij is heel nuchter. Hij denkt van nee, we gaan gewoon het maken en dan voelen we het wel. En ik hou ervan. En ik vind het heel goed als iemand gewoon daar staat en meer kan je ook niet doen. Dus, nee. Weet je, over smaak valt niet te twisten. Nee. Maar ook wel weer heel kwetsbaar voor hem natuurlijk, want het is heel erg... Persoonlijk, het gaat over hem en over zijn roots. Ja, daarom zingt hij het ook met heel veel power en heel veel plezier. Je ziet, het straalt er vanaf. Maar eigenlijk ook, zou je dus moeten zeggen, gewoon in het algemeen maken van een goed nummer. Laat je niet te veel afleiden door het feit dat je een Russisch publiek moet entertainen. En dat je ook in Ierland mensen moet entertainen. Gewoon... Ja, ik denk dat je daar ook niet te veel mee bezig moet zijn. Want je kan niet iedereen pleasen. Dus als je maar iets maakt waar je zelf achter staat. Maar hoe heb jij dat dan gedaan bij de tweede keer dat je meedeed? Want je had natuurlijk die ervaring van hemel en aarde. Ja. Waar je vierde werd en dat je dacht, oh, maar misschien als ik dat of dat of dat verander, dan... Hemel en aarde, dat was echt totaal een ander hoofdstuk. Dat was ook een heel ander opzet, hè, met die producers, wat ik zei. Nu heb ik een beetje mijn eigen team om me heen verzameld. Ik moet gewoon zeggen dat ik echt achter het nummer stond. We zijn niet heel hoog geëindigd. Maar ik heb daar wel echt genoten. We baalden dat we weer naar huis moesten gaan. Ik zag er goed uit, ik was
fit. Ik had mijn mooie pakkie. Ik had mijn dansers. We hebben gerepeteerd. Het was gewoon geweldig. En heel veel mensen ook daar. Want er was toen die tijd geen vakjury waar ik toen ik meedeed. En er was wel een jury voor als het beeld weg zou vallen. En die waren allemaal pro-Nederland. Dus dat vond ik al zoiets van, nou, dat heb ik al in mijn broek. Maar als je dan terugkijkt, wat is er dan misgegaan? Er waren heel veel landen. Oostbloklanden ook, die aan mij meededen. En wij waren een heel westers popnummer. Als je gelooft in dat nummer, dan is dat wat het is. Ja, maar er was wel veel veranderingen. Nu heb je bijvoorbeeld een televoting en een vakjury die bepaald had. Dat had je toen niet. En toen waren er opeens heel veel Engelstalige nummers. En heel veel Oostbloklanden die op elkaar gingen stemmen. En mijn nummer was heel westers en heel pop. Ik denk dat gewoon een beetje, ja, niet zo lekker is gelopen voor heel veel mensen. Maar hey, ik had het naar mijn zin. En ik vond dat wij het heel goed hadden gedaan. Nou, ongeveer iedereen die wij spreken, die zegt hetzelfde. Het nummer dat je brengt moet iets zeggen over jezelf. Het moet heel persoonlijk zijn. Maar wat nou als iemand anders jouw nummer schrijft? Of misschien zelfs wel iemand uit een heel ander land. Johnny Logan heeft daar een mening over. One of the things that I really don't like is the fact that people from other countries are writing for other countries. And a Dutch song should be a Dutch song. And it should be chosen by the Dutch people. Not by a little group of people behind doors. And there's a great culture of writing for the Eurovision in Scandinavia. But they tend to write for every country in Europe. If the songs are going to represent their countries, then the songs should stem from the countries. Daar ben ik het wel mee eens. Ja? Het maakt het juist zo bijzonder, omdat je een stukje proeft van ieders cultuur. En ieder land heeft zijn eigen ding. En dat vind ik juist zo leuk. Daarom vond ik het eigenlijk leuker dat iedereen in zijn eigen taal moest zingen. Want dan ontdek je dus dat taal eigenlijk niet een ding moet zijn om een goed liedje te vinden of horen. Ja, aan de andere kant, als ik artiest een waanzinnig goede producer uit het buitenland kan krijgen, waar ik al jaren heel erg fan van ben, en de omroep vraagt mij om het daarvoor Nederland te gaan staan. Ja, dag, dan ga ik het gewoon regelen. Ja, maar ik vind ook wel, dit is een festival van evenement waarvan je denkt, ja, daar moeten ook een paar regeltjes aan vastzitten. En ik vind dat bij dit hoort. Eurovision, dat is mooi. Al die verschillende culturen, al die verschillende landen, al die verschillende liedjes. Maar ik vind dat het kracht van het hele festival. Dat je juist uit ieder land de hoort. De eigenheid. Ja, van hé, wat zouden die maken? Wat vindt het publiek van dat land? Jean-Gu en Duncan, die hebben natuurlijk zelf hun nummers geschreven. Ik kan me voorstellen dat het daardoor ook makkelijker is om het te laten zien op het podium. Jij hebt dat niet gedaan. Hoe heb je dan dat nummer eigen gemaakt? Bij Hemel en Aarde, moet ik eerlijk zeggen, ik was ook zo jong en ik had zoiets van, laat maar, iedereen doet maar en ik vind het prima en ik ga lekker mee, go with the flow. En natuurlijk werd er wel gevraagd, wat vind je van dit nummer? Voel je hier wat voor? Hemel en Aarde was ook het vijfde liedje, hè, die uiteindelijk bij het team gekozen werd. Later in 2007, toen heeft Tjeerd samen met Martin Grijzenmaeter een liedje geschreven. En ja, ik praat dan wel over het onderwerp. Wat zou je willen? Wat voel je? Ik ben iemand die wel meedenkt in wat we kunnen doen en hoe we het kunnen doen. Maar dan maak je het nummer je eigen eigenlijk. Ja, want het moet wel een beetje mijn verhaal zijn. Dus soms klikt het gelijk. Soms heeft iemand gelijk iets wat je voelt. Dat kan ook. Want mensen kennen me op een gegeven moment. Van, hé, dan gaan ze ook voor mij schrijven. Ik heb dat op die manier heel goed ervaren. Maar ja, je hebt mensen die zo goed kunnen schrijven. Ik vind mezelf ook wel goed vertellen, maar niet. Ja, maar misschien is dat wel gewoon ook een talent dat je dan moet hebben. Dat je ook gewoon, weet je, talent kan zijn. Ik kan heel mooie liedjes maken en laten zien. Maar het in je opnemen van een nummer en een tekst en een betekenis en daar kunnen staan. Ja, je bent de vertaler, zeg maar. Onze eigen Duncan Lawrence om 2 jaar geleden natuurlijk als een echte troubadour op het Songfestival zijn nummer te brengen. Dat was helemaal van zichzelf, had het zelf gemaakt, dus beter kan eigenlijk niet. Maar de vraag is dan natuurlijk, heeft hij daarbinnen nog concessies gedaan of heeft hij gezegd, nee, dit is het en dit is het nummer en zo gaan we het doen. Ik zou mijn muziek nooit laten veranderen door een of ander ding, een programma of talentenshow. Het talentenshow staat altijd in dienst van de artiest en niet andersom. Wat we wel hebben moeten doen is hem een beetje inkorten, want volgens de Eurovision-regels mag je maar 3 minuten maximaal mag je nummer duren. Maar ik ben super blij dat we dat hebben gedaan, want daardoor is hij veel compacter geworden en veel meer behapbaar. Dus ik denk, ook als we het hadden uitgebracht uiteindelijk en het was gewoon een eerste single geweest zonder Eurovision, dan hadden we dat waarschijnlijk ook gedaan. En dus toch ook begeleiding. Dat je wel bij jezelf blijft, maar ook je durven overgeven. Ja, want ik vind ook, je doet het ook met z'n allen. Hè? Je werkt met z'n allen ergens naartoe. En als je gewoon iemand naast je hebt die jouw taal goed begrijpt. Wat vind je dan als artiest het fijnst? Dat je juist tegengas krijgt? Of dat je juist zegt van, nee, doe maar, laat me zien wat... Ik vind het altijd heel belangrijk om als artiest een goed team om je heen te verzamelen. Mensen die ook jou echt
voelen in dingen. En ook niet totaal een iemand anders van je willen maken, maar die gewoon eigenlijk je willen helpen sturen. En ook, we zien waar je talent zit. Ja, maar en als je de juiste mensen hebt, die snappen dat. Die zien, dat is niks voor hem of voor haar. Ik vind het niet goed als je iemand om je heen hebt die jou helemaal anders wil maken. En die zegt, nou, dit werkt nu, dus doe nu maar even die Beyoncé outfit aan. En dan je blonderen. Dan klopt het helemaal. En dan ga je scoren, dan ga je succes krijgen. Ja. Die tijd is voorbij. Ik denk dat mensen nu zo hebben gemerkt dat het allerbelangrijkste is dat je jezelf moet zijn en dat je daar het vers mee komt. Ja, en wat ik het allergaafst vind, is dat Duncan natuurlijk ook gewoon een blijvertje is. En moet je kijken hoe die het nu ook doet in Amerika. Wat is dan het geheim in een Eurovisie-nummer, zodat het festival eigenlijk ontstijgt? We zijn allemaal verschillende facetten. Hè? Dat je op de juiste plek bent, op het juiste moment. Een beetje het geluk. Het is een nummer die volgens mij heel breed is qua smaak. Maar ook niet van tevoren dat je dat zag aankomen. Het is ook een redelijk atypisch nummer dan. Maar dat hoor je vaak bij ook grote artiesten die in het buitenland, of weet ik wat, zeggen ze ook soms bij een nummer die helemaal een groot succes is geworden. Dat ze denken, I hated this song. I didn't want to record it. En dan dat het uiteindelijk toch helemaal booming is geworden. Maar ja, dus ik weet het niet. Als ik het zou weten, had ik er misschien ook wel 100 gemaakt. Maar het is gewoon alles een beetje bij elkaar, denk ik. Een beetje geluk en de juiste mensen om je heen. En het nummer goed in elkaar. Weet je wel, die 3 minuten heeft inderdaad voor gezorgd. Je aandacht blijft erbij. Hou het spannend en dat is het. En een goede stem. Ja, en een goede persoonlijkheid. Even kort en pittig samengevat, als je meedoet aan het Songfestival, blijf jezelf. Zorg dat je een nummer brengt waar je ook 100% achter staat. Allemaal duidelijk, maar zorg vooral ook dat je een team om je heen verzamelt van mensen waar je op vertrouwt. Dus op het moment dat je twijfelt over dingen of het nummer misschien een beetje anders moet of je optreden, dat het in ieder geval mensen zijn waar je van op aan kan. En schroom niet om, als je een nummer hebt waarvan je denkt, nou, dit is helemaal te gek voor het Songfestival, geef je gewoon op. Want je hoeft niet per se beroemd te zijn of allerlei connecties in de muziekbusiness te hebben. Het Songfestival staat blijkbaar, wist ik ook niet, maar open voor alles en iedereen. Dus ga er gewoon voor. Edcilia, dankjewel. You're welcome. Dat je hier wilde zijn in ons gezellige huiskamertje. Ja, super. Toi toi, zo meteen op het festival. Spannend. Ik vind het wel heel leuk, maar zo spannend. En gaat het goed komen? Ga je genieten? Nou, ik zorg gewoon dat everything looks good. Mm-hmm. En dan hoop ik dat er goede dingen uit mijn mond komen. Oh my gosh. Ik ben helemaal gelukkig en ik ga dit nooit meer vergeten. Dankjewel. Heel veel plezier. Thank you. Volgende keer in Bureau Eurovisie gaat mijn zoektocht natuurlijk verder naar hoe wij als Nederland het Eurovisie Songfestival vaker kunnen winnen. En hoe bouw je voor jezelf daarbinnen een winnend imago? Hoe zorg je ervoor dat iedereen denkt, hij of zij is helemaal te gek, hij moet winnen? Dat gaan we bespreken, want hij weet er natuurlijk alles van. Want hij is Mr. Songfestival, de uitvoerend producent van het feest dit jaar, Sietse Bakker. Hij is gewoon hier. Spreek je dan. NPO Radio 2.